ook heel herkenbaar, maar het betreft mijn schoonmoeder. Die ze beklaagt zich. Ja, nee, ze is hier niet. Nee. Maar ze beklaagt zich wel met enige regelmaat van het feit dat, dat ze toch vindt dat wij te weinig bij haar komen. En nou ja, daar hebben we al een aantal. Ik heb het al proberen om te denken. Dat is dus niet gelukt. Dus dat is de reden. Wat heb je dat geprobeerd ik hier te ben. Doen bijvoorbeeld? Nou, ik heb geprobeerd om dan toch inderdaad aan te geven hoe onze agenda er zo'n beetje uitziet met werk en opgroeiende kinderen. Aha. Ik heb geprobeerd om aan te geven dat ze ook zelf contact met ons op kan nemen. Als ze toch echt vindt dat ze ons moet spreken of wil zien. En dat we ook af kunnen spreken dan. En dan gaat het ook wel weer een tijdje goed. Maar dan komt hij toch weer op. En ik had het toevallig vanmiddag aan de telefoon. Oké. Dus ik ga zondag maar heel gauw naar de tour. Want het deed zich opnieuw voor hetzelfde patroon van gesprek, zeg maar. Ja. Dat ze vond dat je langs moest komen. Ja, het was nu niet een direct verwijt aan mij. Maar het kwam er eigenlijk wel op neer dat de familie ziet ze nooit. En het zijn altijd anderen. Dus kennissen en buren en vrienden, die ziet ze wel heel veel. Ja. Maar de familie niet. Nee, die ze eigenlijk het liefste zou willen zien, heel vaak. Ja, ja, blijkbaar. Zegt ze. Ik heb voortdurende gesprekken met mijn moeder ook. Je komt nooit langs en we zien je zo weinig. En dan bel je op en zeg hé, dat je nou eindelijk belt. Het is een voortdurende sfeer van verwijten. En ik heb altijd geprobeerd om daar in een soort redelijkheid mee om te gaan. Van ja, mama, dit. En, maar redelijke gesprekken hebben mij nooit zo ver gebracht. En tot ik op een gegeven moment mezelf de vraag stelde. Zij heeft een klacht. En ik probeer die klacht dan op te lossen of daaraan te voldoen. Maar eigenlijk de vraag die voor mij goed gewerkt heeft, is de vraag van wat is nou haar verlangen achter die klacht? Wat wil ze dan precies? Want als ik wat vaker langskwam, dan merk je dat ze ook wat ongelukkig en ongeduldig werd. Want ze had ook door de eigen drukte. Dus echt vaak komen, dat vond ze ook niet zo prettig. Moest ze dat op haar manier, of wat was dat dan? En op een gegeven moment merkte ik dat eigenlijk haar manier van communiceren een andere was dan die van mij. En wat ik toen deed, en door die manier van communiceren te spiegelen, kwam ik erachter wat haar verlangen was. Pas daarna, zeg maar. In ieder geval, het viel me op dat zij vertelde alleen maar verhalen en dan stelde zij nooit vragen. En ik vond het altijd heel frustrerend. Ik vind dat moeders vragen horen te stellen, maar mijn moeder, ja, dat vind ik ook echt. Sowieso mensen. Dus dan probeerde ik haar duidelijk te maken door haar dan vragen te stellen. En dat werkte dan heel goed, want dan ging ze heel veel antwoord geven. En dan stelde ik nog een vraag en dan kwam er nog meer verhaal, zeg maar. Dus op een gegeven moment merkte ik, dat is een patroon wat niet werkt. Dat is een vastdenkpatroon. Ik stel steeds meer vragen, zij geven antwoord, maar het gesprek gaat eigenlijk nergens naartoe. Toen dacht ik, wat als ik nou haar manier van praten respecteer? Als ik daar gewoon ja tegen zeg, als ik het helemaal accepteer. Ik zou kunnen verwachten dat mijn moeder de vragen gaat stellen, maar ze is nu ver in de 80, ze kan het nu nog niet. Nou, laat ik maar vanuit gaan, dat gaat ze nooit leren. Dus vragen stellen is voor haar een soort non-bestaand ding, zullen we dan maar zeggen. Een vraag, zeg maar. Maar wat ze wel kan, is gewoon vertellen. Dus dacht ik, weet je wat ik doe? Wat zij altijd doet, zo, allemaal verhalen. Ze spoelt als het ware een deel van de harde schijf die ze dan in de loop van de week opbouwt. Spoelt ze dan af, hè? En als ze met vriendinnen praat, die spoelen ze allebei zo de harde schijf van die verhalen door elkaar. Toen zeg ik, wat als je dat nou ook doet? Ik ga dat gewoon ook doen. Dus had ik een lijstje gemaakt met van die verhalen zo. En natuurlijk over onderwerpen die ze dan herkent. Gezondheid en dat druk, zo. Die ze dan kan plaatsen, hè? Verhalen die zij snapt, zeg maar. Dus zij begon wat te vertellen, klek, 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 en ik gewoon doorheen, klek, 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 klek. En dat leidde al tot een heel ontregelend moment, want dan was ze niet zo gewend dat ik zomaar met een verhaal kwam. Dus ze werd gedwongen te luisteren, maar ze begon weer met haar eigen verhaal, maar dat kan ik ook, dus ik begon weer met mijn eigen verhaal. Ze werd weer gedwongen te luisteren. Enfin, zo ging het gesprek verder. De grap was, ik vond het eigenlijk best wel enerverend. We hingen allebei op, zo hadden we met elkaar gesproken een tijdje. De week erop belden ze opnieuw, en wat gebeurde er? Toen stelden zij een vraag over een van de verhalen die ik verteld had. Toen dacht ik, dat moet niet gekker worden, mijn moeder gaat opeens vragen stellen. Dus ik vertelde daar wat over. Ik zeg, goh, wat leuk dat je dat vraagt. Ja, zeg maar, weet je hoe dat komt? Je vertelt ook nooit wat. Maar hier doet zich dus een heel tragisch inzicht voor. Daar waar ik mijn hele leven eigenlijk gewacht heb tot mijn moeder vragen ging stellen, heeft mijn moeder eigenlijk de hele tijd gewacht tot ik gewoon verhalen ging vertellen. Ja. En dat was blijkbaar haar verlangen, dat ik gewoon de dingen vertelde die ik meemaak. En dat was het dan. Dankjewel. Dus dat kan ik je als gedachte meegeven. Kijk, onderzoek. Probeer te onderzoeken, wat is nou het precieze verlangen? Wil ze je vaak zien? Wil ze de levens van jou en je kinderen volgen? Wil ze geïnformeerd worden? Wil ze contact hebben? Wil ze fysieke nabijheid hebben? Wat is haar precieze verlangen? Accepteer dat en kijk of je daar een vorm voor kunt vinden die met haar communiceert en die jij ook prettig vindt, uiteraard. Ja. Super, dank je wel. Graag gedaan. Oké. Okay.